ontwikkelen en produceren, meten eigenlijk altijd de eigenschappen van materialen onder invloed van de temperatuur. Dus wij warmen materialen op of we koelen ze af en kijken dan wat de consequenties zijn voor de materiaaleigenschappen. Drie toepassingen. Kwaliteitscontrole, dat zijn fabrieken die aspirine maken, zeg maar. En die willen graag weten of de aspirine die ze vandaag gemaakt hebben, of die dezelfde kwaliteit heeft als de aspirine die ze gisteren maakten en die ook voorgeschreven is. Daarnaast productontwikkeling, bedrijven als DSM ontwikkelen nieuwe kunststoffen en daarbij gebruiken ze onder andere onze apparatuur. En tenslotte wetenschappelijk onderzoek. Er zijn nogal wat universiteiten in de wereld die onderzoeken waarom materialen nou precies die eigenschappen hebben. En dan ga je op hele kleine schaal kijken naar materialen, naar de kleine structuurverschillen. En ook daar zijn onze instrumenten behulpzaam bij het analyseren van de verschillen, de hele kleine verschillen tussen de diverse materialen. Het mooie van Brainport is dat de infrastructuur zoals die hier is, en dan praat ik over de infrastructuur in termen van technologie, in termen van opleidingen, in termen van bereikbaarheid, dat die infrastructuur steeds verder versterkt gaat worden. Hoe meer technologiebedrijven zich hier vestigen, hoe beter wij in staat zijn om de goede partners te vinden waarmee wij de diverse instrumenten samen kunnen ontwikkelen. Toeleveranciers werken met steeds geavanceerdere apparatuur. En je zult dus echt in conclaaf met ze moeten gaan om bij nieuwe ontwikkelingen die wij hier doorvoeren het juiste ontwerp te krijgen, zodat onze toeleveranciers dat ook goed kunnen maken. We hebben ook een laboratorium, dat heet Analyte. Daar worden analyses voor bedrijven hier in de regio worden uitgevoerd. En wij overwegen om ons virtueel op de Camelot site te vestigen. Waarbij de bedrijven die op de Camelot site al aanwezig zijn, op eenvoudige manier hun analyses bij ons kunnen laten uitvoeren. Voorlopig virtueel en misschien nog een keer fysiek ook wel.